Oscar, Renzo en Mara Kazan, oftewel The Magic Unlimited, zijn niet alleen in Europa razend populair. Ook in China zijn ze onder de indruk van hun spraakmakende illusies. Ja, niet Chin Aiten. Als je wil weten wat dat betekent, moet je het woordenboek nog even bijpakken. Vreemde gewoontes, een hoop onverklaarbaar voedsel en een enorme taalbarrière. Een goochelshow in het Verre Oosten vraagt om wat aanpassingen. We hebben speciaal een tolk, een Chinese tolk ingezet. En we hebben onze illusies nog groter gemaakt. Het Chinese publiek is absoluut heel anders dan het Nederlandse publiek. Als ze bijvoorbeeld wordt doorgezaagd, gaan ze meteen roepen. Ah! Ah! En dat was de eerste avond van leven wennen, maar het was heel erg leuk. We wilden de eerste avond wat gaan eten in een Chinees restaurant. Ja, er waren geen plaatjes, er was geen Engelse menukaart. Dus we moesten maar gewoon uitbeelden wat we wilden eten. Dan hebben we maar voor kip gekozen, want die kun je nog het makkelijkste na doen. Het verleden heeft bewezen dat Oscar Kazan wel kan kezen met Chinezen. Aan aandacht heeft hij geen gebrek. Ja, dat de Chinese meisjes me leuk vinden.